Een roman. Mijn debuut. Het is mijn eerste fictieverhaal. En er zit heel veel tijd en jaren heb ik daarin gestopt van mijn leven. 6-7 jaar kan ik je zeggen. Zo. Ja, het is ook een dikke boekwerk uiteindelijk geworden. Ja. Nog heel veel uit weggehaald. Maar ja, het is een beetje gek gegaan met dit boek, want ik was daar al een jaar of 6-7 mee begonnen. Het idee zat al heel lang in mijn hoofd. Maar toen werd mijn moeder ziek. Die kreeg een herseninfarct. 5 jaar geleden. En toen is alles stil komen te zitten. En mijn werk. En toen heb ik me volledig gestort op mijn moeder. Dus ook dit boek waar ik toen al mee bezig was. En toen heb ik ook een boek over mijn moeder geschreven. Jemma. Dat is het boek voor dit boek. En toen dat af was en de hele nasleep die dat heeft veroorzaakt, toen heb ik weer de draad opgepakt van De Koning Komt. Dus het is in 2 etappes gegaan. Er zat een boek tussen. Het is een roman, hè? Ja. Ja. Het is een roman over een jonge man die in het Westen is opgegroeid. Ja. En teruggaat. Of teruggaat, heen gaat, moet ik eigenlijk zeggen. Hij gaat niet terug, in die zin. Ja, Wat gaat hij doen? Hij is wel geboren. Hij is geboren in Marokko. Ja, naar me verder hier grootgebracht. En hij gaat terug met het idee. Hij denkt dat het geluk wat hem in het leven ontbreekt, dat hij dat vindt bij een vrouw met wie hij zal gaan trouwen. En hij denkt dat die vrouw daar rondloopt. Juist, als ik je goed begrepen heb, dan is het nog een veel sterker gevoel achter dat idee, namelijk dat die vrouw daar vandaan moet komen. Ja, ja, hij heeft heel sterk het gevoel dat ze daar vandaan moet komen. Hij is de overtuiging toegedaan dat een meisje wat geboren is onder de Afrikaanse zon een andere karakterstructuur heeft dan een meisje wat hier is geboren in Noordwest-Europa. Het meisje dat een meisje dat het na de geboorte het eerste specifieke licht. Licht wat in haar, op haar hoofd en in haar pupillen binnen straalt. Ja. Dat is een idee wat hij heeft. En daarbij ook. Want er ontstaat op een gegeven moment een gesprek tussen hem en zijn tegenspeler, een ezel. En die zegt ook, ja, waarom niet een Nederlandse vrouw? Want hij woont dan in Nederland. En dan zegt hij dat te maken heeft met geur. Geur? De geur, ja. De nestgeur bij een Marokkaanse vrouw, want daar speelt zich dat af in Marokko. Bij een Marokkaanse vrouw is een typisch andere geur dan een Nederlandse vrouw. Ook al is een Nederlandse vrouw een perfecte vrouw, een lieve vrouw, mooi. Maar die babygeur die hij rook, als toen hij melk zoogde bij zijn moeder, die geur die in zijn neus, dat is een geur die alleen nog maar kan vinden bij een vrouw die ook die geur met zich meedraagt. En dat kan alleen een Marokkaanse vrouw. Dat zijn een paar dingen waarvan hij is overtuigd en daarom denkt hij dat het geluk daarop op hem zit te wachten. Ja. En over westerse vrouwen zegt hij, ze zijn mooi, ze zijn wel opgevoed, ze zijn hoog opgeleid, ze zijn trouwbaar, slim, ze zijn deugdzaam. Ze zijn deugdzaam en betrouwbaar. En toch? Ja. En toch doet dat er eventjes allemaal niet toe. Maar hij komt van een koude kermis thuis. Hij wordt door dat andere belangrijke personage in het boek, wordt hij genoemd het slachtoffer van een traditie. Ja, hij zegt, die ezel die zegt op een gegeven moment, jij denkt meer dan jij doorhebt, jij denkt in tradities en jij jij redeneert in tradities. En hij zegt, dat is helemaal niet, en dat ontkent de hoofdpersoon. Die zegt, nee hoor, helemaal niet. Ik heb hier heel goed over nagedacht. En ik ben daarvan overtuigd. Maar dat blijkt een grote illusie te zijn. Ja. Zullen we eerst maar even naar die ezel? Ja. Want dat roept anders misschien verwarring op. Hij gaat terug naar zijn geboortedorp. Ja. En neemt daar tijdelijk in gebruik een tweede huis of een dacha of een. Ja, het huis van zijn vader.
dat leeg staat het hele jaar en dat vergeven is van spinrag en muizenkeutels. Maar wel een mooi huis, toch? Een mooi huis. Een huis van de rijken? Of van een betere klasse? Zou je kunnen zeggen, het is naar Nederlandse begrippen, wat er nu te koop is in Nederland, voor het budget is het een mooi groot huis. We leven in Nederland in verschrikkelijk kleine huisjes. Klein land, kleine huisjes, weinig ruimte. Marokko, groot land, groot huizen. Maar dat huis is gebouwd door zijn vader. Hard voor gewerkt in Nederland. Maar dat huis dat staat gewoon heel lang stil. Dat wordt alleen maar bezocht tijdens de zomervakanties. Nou, dat gaat hij betrekken. Hij is ook in dat huis geboren. Niet in dat huis, maar wel op die grond. Want het vorige huis waar hij in geboren is gesloopt en er is deze... Dat was misschien wel een leme hut of zo. Ja, of iets heel bescheidens. Met een binnenplaatsje. En nu staat er een piso, zoals dat heet. De Spanjaarden noemen dat piso. En piso betekent etage. Dus er zijn etagewoningen die boven worden op elkaar worden gebouwd. Hij betrekt dat huis. Hij bevestigt een hangmat op het dak wat hij mee heeft genomen. En dat is zijn schuilplek. Dat is de plek waar hij zich terugtrekt, waar hij nadenkt, waar hij droomt, waar hij fantaseert. En waar hij het is ook een roversnest, zijn verdriet, toch? Zijn verdriet verwerkt. Wat zeg je? Het is ook een roversnest. Het is een kraaiennest, noemt hij het zelf. In de scheepvaart heb je een mast, hoog in de mast. Dan noem je dat de kraaiennest. Want vanuit dat rovershol gaat hij naar buiten en hij legt contacten. En hij is in het... Nou ja, hij is eigenlijk fulltime bezig met het scouten van leuke, mooie, interessante Marokkaanse vrouwen die misschien wel de gedroomde zouden kunnen zijn. Ja, ja. En ik wilde met je toepraten naar die ezel. Het zit niet alle dagen mee, zal ik maar zeggen. Nee. En hij legt contact. Het gaat vrij stroef allemaal, hè. Dat contact. Hij irriteert zich op een gegeven moment aan al die geluiden die hij hoort. En vooral 's morgens wordt hij gewekt. In het bijzonder door een ezelin. Het blijkt een ezelin te zijn. Want hij dacht dat het een mannetjesezel, maar het is een vrouwtjesezel. Van de buurvrouw. Die 's morgens vroeg voor dag en dauw enorm hard begint te balken. In ieder geval als je in Marokko bent geweest, maar die ezels kunnen enorm hard balken. Ik heb het idee dat ze harder balken dan Hollandse ezels. En dat is hij op een gegeven moment zat, want hij schrikt daarvan wakker en dan komt hij niet meer in slaap. En hij besluit dus met die ezel te gaan praten en vriendelijk toch dringend te vragen dat hij wat later zou willen balken. Niet voor 8 alsjeblieft, want dan slaap ik nog. Dat doet hij in zijn naïviteit. Het is bijna kinderlijk dat je met een ezel gaat praten. Maar hij denkt, ja, over alles moet je praten in het leven. Waarom zou je niet met een ezel ook dat gewoon kunnen vragen? En is van overtuigd dat een ezel dat want nog, begrijpt. Mag ik nog één ding tussendoor even? Maar hij is ook een opgeleide man, hè? Hij is redelijk opgeleid, ja. Iets met IT of met... Ja, hij weet alles van wifi. Ja. Van X's vooral, zei hij. Heb je het allemaal... Zendertjes in een huiskamer. Daar weet hij allemaal van. En het is dus geen ongeletterde jongen. Heeft ook redelijk wat gelezen. Literatuur. En het is misschien zijn fatsoen dat hij dus naar die ezel gaat en vraagt hem vriendelijk of dat hij misschien heeft... Nou, dat doet hij dan eigenlijk al een soort monoloog en neemt dan weer afscheid van die ezel. En denk, nou, ik heb het gezegd, ik hoop dat het aankomt en wil weglopen. Maar op het moment dat hij wegloopt, hoort hij een stem. En hij dacht even dat het de buurvrouw was die hem gezien had. Hij draait zich om, shit, ik ben betrapt. Maar het is toch echt die ezel die wat terug. Die zegt, meneertje, we zijn nog niet uitgepraat, kom eens even. En dan begint eigenlijk het boek. En... nadat hij eerst bekomen is van het idee dat een dier tegen hem praat en denkt, ben ik nou gek geworden? Is het een hallucinatie? Wat is hier aan de hand? En daar heeft hij een aantal dagen voor nodig om dat idee te laten binnenkomen. Dat die ezel echt met hem praat. Dat het geen droom is. En waarom begint daar eigenlijk pas het boek voor je gevoel?
Nou, omdat, kijk, laat ik je dit zeggen. Ik weet dat er schrijvers zijn die als ze beginnen met een boek een redelijk uitgewerkt plan hebben. Welke personages erin voorkomen en wat de rol is van die personages. Dat had ik ook tot op zekere hoogte. Maar ik moet je in alle eerlijkheid zeggen dat de personage, de ezel, dat hij zo'n hoofdrol zou spelen, dat had ik niet bedacht. En ik had ook niet bedacht van tevoren dat die ezel ook het spraakvermogen heeft van een mens. En ook een erudite ezel. Ik wou zeggen, want hij is nog eens eloquent ook. Hij is ontzettend eloquent en hij is ook, of ik zeg hij, het is een zij. Oh, sorry, ja. Val in dezelfde valkuil. Het is een vrouwtje. Zij is behalve eloquent ook nog gereïncarneerd. Het is nu een ezel in. Het was vroeger, het is ook een mens geweest. En dat verklaart ook allerlei. Ze is bijvoorbeeld gek op pepermuntjes. Menselijke trekjes. Ze heeft wat menselijke trekjes. En daarom kan ze zo goed ook met Moebdi, de hoofdpersoon, hem invoelen. Ook als mens. Nee, dus ik had het niet bedacht. Het is werkelijk ontstaan. Ik zat in een roes van schrijven. Dat zijn hele zeldzame momenten, die moet je echt koesteren. Het is ook heel moeilijk om in die roes te komen, moet ik zeggen. Maar het is ontstaan in een roes dat die ezelin terugsprak. En dat viel zo goed in dat verhaal, dat ik toen bedacht, nu neem de regie. De regie wordt overgenomen nu door het verhaal en ik heb daar maar aan te gehoorzamen als auteur. En zo moet het zijn. En het is heel goed uitgepakt. Soms moet je nederig zijn naar je eigen tekst. Ja, het is wel gedurfd ook. Zo voelde ik het dan niet dat het gedurfd was. Maar ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Want het is onorthodox. Het is niet conventioneel. En zeker niet als het een roman is. Want het is geen kinderboek. En verder is het, dat zal je met me eens zijn, een hyperrealistisch boek. Want de beschrijvingen van de steden, die steden bestaan. Ja, ik heb ook echt namen gebruikt van steden die bestaan. Hè? Hij gaat de omgeving verkennen, hè, waar hij ja. blijft. Ja. Hij gaat op reis, hij gaat mensen ontmoeten, ja. Hij gaat steden zien. Ja. Ja, het zijn bestaande steden. Ik had er ook voor kunnen kiezen om niet bestaande steden te beschrijven of te noemen of namen die niet bestaan. Ik heb gekozen voor bestaande steden. Alles is eigenlijk realistisch. Als jij teruggaat naar het gebied, in zover ik erin geslaagd ben om dat gebied te beschrijven, ik denk het wel. Maar dan zal je zien dat allemaal. Alleen het element van die ezelin is misschien iets fabelachtigs. En gek genoeg, mijn redacteur en mijn leesclub, mensen die het boek hebben gelezen, die zeiden tegen mij, en dat is voor mij een hele goede spiegel, die zeiden van, het is geen moment. Heb je het gevoel dat dit een sprookje is of een fabeltje? Want pratende ezels bestaat niet, dus dat is iets feerieks. Dat is wel gek. Nee, ik wilde het ook zo naturel en oprecht eigenlijk brengen. Ik ben het daarmee eens, hè. Ik had dat gevoel ook. Maar die ezelin die mobiliseerde wel de vraag, staat ze wellicht ergens voor? Ja, ze staat wel degelijk voor. Die personage is gecreëerd. En, waar ik aan moest denken. Ja. Je laat een jonge man teruggaan naar een omgeving die zijn geboortegrond is, maar waar hij tegelijkertijd eigenlijk geen contact meer mee nou, heeft. Ook niet als hij er is. Ja. Het is ook wel een eenzame. Het is eigenlijk een eenzame, in zichzelf gekeerde, dromerige jongen die er blijft ergens ook niet zo heel veel meer contact over, hè? Of blijft ja. mogelijk dan met deze ja. ezel. Hij is eigenlijk zijn grootste kameraad geworden, met wie hij ook conflict heeft. Met wie hij ook conflict heeft, maar zij wordt zijn grootste kameraad, een steun en toeverlaat. En uiteindelijk heeft zij ook gelijk, want zij vindt van meet af aan dat dit idee van hem, dat plannetje om een vrouw te vinden. Dat zegt ze, je bent met een krankzinnig project bezig. Dit gaat niet, jij gaat niet de liefde vinden hier in dit land. Niet op die manier. Maar misschien is daarmee dan ook iets gezegd over zijn isolement of zijn eenzaamheid.
Ja, het is eigenlijk wel een jongen die leeft in zijn fantasie. En in het verloop van het boek wordt dat steeds duidelijker. Dat die jongen leeft van fantasie en van dromerijen. En dat boek wat hij mee heeft genomen, hij heeft een aantal boeken meegenomen om daar te lezen. Maar Robinson Crusoe van William Defoe, dat eiland waar die man zijn halve leven heeft doorgebracht. Op een gegeven moment is dat zijn fantasie. Hij wil eigenlijk, nou ja, ik moet natuurlijk niet alles verklappen van het boek, maar het blijkt dat die jongen leeft in een droomwereld. En op zoek is naar iets waarvan hij niet heel goed weet wat dat nou precies is. En ook niet blijkt te bestaan dus. En eigenlijk niet blijkt te bestaan. Uiteindelijk. Ja. Ja. Wat hem eenzaam en verdrietig maakt. Ja. Ja. Maar hij vindt heel veel troost en schoonheid, om in de term van Wim Keizer te spreken. Hij gaat douchen. De ezelin. Ja. Maar hoe dat verder afloopt, dat blijft in het midden. Hè? Ja. Waarom werd het dit boek? Waarom wordt het dit boek? Dat is een moeilijke vraag. Dan moet ik gaan denken over de motieven. Dit is een boek wat geschreven moest worden, vind ik. Kijk, ik ben zelf als auteur natuurlijk een kind van deze tijd en een kind van deze verscheurde tijd ook ergens. Een kind wat opgroeit in twee culturen, minimaal twee culturen. Maar ook, mijn achtergrond is journalistiek en ik heb me zeer erg veel bemoeid met allerlei maatschappelijke vraagstukken waar ik mijn opinie over heb gegeven. En een van de kwesties die me altijd heeft geboeid is de kwestie van de liefde. En de liefde bij de tweede en de derde generaties die hier zijn gekomen. Omdat in de liefde en in het huwelijk dus eigenlijk alles samenkomt, maar ook echt alles kan exploderen. Dus het succes van een migratieverhaal valt en staat bij het succes van de liefde. En daarin zie ik heel veel verdriet en heel veel stormen als het gaat om de keuze voor waar kies jij voor. Omdat kies je voor de liefde, echt de liefde. Of voor de traditie. Of kies je voor je cultuur en de loyaliteit die je hebt naar je achtergrond. En de loyaliteit die je hebt naar je ouders of naar je familie. En dan heb je het nog even om het goed te snappen. En dat is een universeel thema. Je ziet het ook al bij Naipaul. Een huis voor meneer Biswas. Huis voor meneer Biswas, ja. Dus dat is iets ook van deze tijd. De enorme volksverhuizingen van over de hele wereld. Nu ook met die vluchtelingen. Gaan grote hordes Syriërs gaan zich vestigen in Europa. Ik weet niet of ze ooit terug kunnen gaan. Ik bedoel, ze laten een land in puin achter. En die moeten hier maar kijken of ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Maar de maat waarin dat slaagt, zeg jij, ja, voor niet zozeer de eerste, maar wel de tweede of de derde generatie, wordt in belangrijke mate bepaald door een vermogen om lief te hebben. Ja, door een vermogen om lief te hebben. En zich niet uit te leveren aan de traditie. Ja, ik denk dat dat echt het Salomons vraagstuk is in deze tijd. Kan je me dat uitleggen? Ja, in de multiculturele samenleving. Waar zit hem dat in? Nou ja, omdat de liefde is voor mij, ik denk voor jou ook, ik denk voor heel veel mensen, werkelijk de onderstroom waarop een bestaan wel of niet gaat slagen. En de liefde betekent ook naar welke stem of naar welke influisteringen gehoorzaam je. En de eigen wil, wij gaan er prat op in Europa, de vrije wil. Doe waar je zin in hebt, luister naar wat jij wil en niet naar. Dat is tot op zekere hoogte waar, maar daarmee bagatelliseer je en ontken je de kracht van en ook de waarde, de nominale waarde ook van een, van, en de schoonheid ook, van een,
van een cultuur. Want zo'n tweede generatie kind is niet zomaar hier uit de hemel neergevallen. Die is een exponent. Hè? Die is een exponent van een hele lange geschiedenis die ver teruggaat. Maar die moet wel een keuze maken voor de liefde. Die moet een keuze leren maken. En die moet ergens een keuze leren maken. En wat dat betreft vind ik... vond ik Moody een hele interessante personage. Ja, omdat het een jongen is. Ja, precies. Omdat het een jongen is die denkt dat hij op zoek gaat naar de liefde. En hij vindt het wel of hij vindt het niet. Dat is een moeilijke vraag in dit boek. Maar wat hij in elk geval wel vindt, grotendeels, is hij vindt zichzelf terug. Ja. Hij gaat op zoek naar iets wat buiten hem zit, maar uit wat hij vindt is eigenlijk zichzelf. En dat komt door die, vind ik, door de spiegel die hem wordt voorgehouden door Gadouche, de ezelin. De wijsheid ligt eigenlijk bij de ezelin. Ja, die houdt hem eigenlijk voortdurend de spiegel. En hij kijkt in die spiegel en hij ziet eigenlijk zichzelf de hele tijd. Ja. En is het zo dat hij ontdekt dat hij ook die keuze moet maken voor de liefde in plaats van de traditie? Omdat die traditie een rem is? Ja, de traditie is een rem. Maar de traditie hoeft niet een rem te zijn. Dat hoeft niet altijd een rem te zijn. Het wordt te vaak en te makkelijk, vind ik, uitgelegd. Ja, je moet breken met je tradities. En je moet in een nieuwe kamer. En die kamer moet je opnieuw behangen. Dat is wie jij bent. Haal het oude behang allemaal weg. Ik zeg nee. Ik zeg dat oude behang heeft ook een waarde. En haal daaruit wat jij denkt wat goed is voor jou. Maar wat niet goed voor jou is, voor je ontwikkeling, probeer dat opzij te zetten. Maar dat is een heel moeilijk proces. En dat is een proces wat wel een beetje gefrustreerd wordt door het politieke klimaat op dit moment in Nederland. Dus de obsessie op Marokkanen, op moslims, op terreur, op radicalisme. Het heel erg spreken over waar kom jij vandaan en weggezet worden door je etniciteit. Dat creëert een sfeer en een energie waardoor dat proces van de emancipatie bij de jongeren wordt bemoeilijkt, denk ik. Omdat het niet sexy is om elementen uit die traditie te integreren in een manier van leven waarin ook ruimte is, zoals jij zegt, voor de keuze voor de liefde. Ja, zeker. Ja. Want wat je eigenlijk beschrijft, ik weet niet of het een adequaat beeld is, maar ik zie een bankschroef voor me. Met in het midden jouw hoofdpersoon. Tussen die twee krachten. Links is de traditie en rechts is de vrijdenkerij van Europa. Mm-hmm. Waarvan je ook zegt, die gaat ook voorbij. Ja, zo vrijdenkerig vind ik Europa niet. Nou ja, maar dat is wel het schabloon hoe het verdeeld is. En tegelijkertijd zeg je, die vrijdenkerij die in Europa opgeldt, doet, die gaat ook voorbij aan iets essentieels. Ja. Namelijk de liefde. Namelijk de liefde, maar ook het kind met het badwater weggooien. Heel simpel voorbeeld, hier in mijn eigen dorp, Zwijndrecht, vind ik dat er laks wordt omgegaan met een stukje identiteit en een stukje historie van Zwijndrecht. Mijn basisschool, een katholieke basisschool had ik je gezegd, die is gesloopt om ruimte te maken voor seniorenwoningen, voor bejaarden. En dat is een volkshuisvesting. Kundige vraagstuk geweest. Zo werd er ook over gepraat in de gemeente. Die school werd, er waren geen katholieken meer, dus er werd niet zo'n. Dus de toestroom nam af, dus die school dat had verder geen functie, dus die hebben ze met de grond gelijk gemaakt en er staan nu seniorenwoningen. Maar ik vind het waanzin dat niet ook het historische waarde van zo'n schoolgebouw niet meegenomen is in die hele besluitvorming. Want ik en velen met mij die op die school hebben gezeten, wij hebben herinneringen aan die tijd en anekdotes. En als ik daar loop en ik zie alleen die seniorenwoningen, zijn mijn herinneringen eigenlijk kapot gemaakt. Het maakt je thuisloos. Ja.
En het gemak waarmee we in Nederland wijken vernieuwen en wijken, Finex en sociale vernieuwingen, al die projecten op wijk- en buurtniveau, die gaan echt voorbij aan heel veel aan andere immateriële waardes die een land. Geert Mak heeft dat prachtig gedaan met het boek Hoe God verdween uit Jord werd, waarmee je ook ziet dat hoe structuren die er vroeger allemaal waren, hoe die verdwenen zijn. En ja, en dat merk ik ook terug in het debat, in het multiculturele debat, waarin van migranten heel makkelijk wordt gevraagd, ja, je moet integreren, je moet aanpassen, je moet de Nederlandse taal leren, jouw taal is niet belangrijk, de Nederlandse, je moet je toekomst opbouwen, is allemaal goed. Maar het is ook goed om te weten dat die mensen ook een geschiedenis hebben. En die geschiedenis is ook waardevol. En ik vind ook, het is toch gek dat ik mij nog steeds de vraag wordt gesteld. Als je vast, Mohammed, mag je dan ook geen slokje water? Mag je dan ook geen paracetamol als je koppijn hebt, weet je wel? En dat 40 jaar nadat moslims hier in Nederland zitten, weten Nederlanders nog steeds niet wat dat vaste precies inhoudt. Maar van ons wordt wel gevraagd dat wij wel alles weten van kerstfeest, et cetera. Wat ik ook normaal vind. Maar die wederzijdse interesse, die ontbreekt, vind ik. En... Maar dat is nog iets anders voor mijn gevoel dan dat je, wanneer je tweede generatie Marokkaan bent, of derde van origine... Dat het zo moeilijk is kennelijk om elementen uit die traditie te incorporeren in je gewone dagelijkse moderne leven. Ja, dat het lastig is. Ja, ja, ieder gaat er op zijn eigen manier mee om. Want doe je dat bijvoorbeeld zelf wel? Ja, onbewust. Het is niet dat ik daarover nadenk, maar onbewust. Kijk, ik weet ook dat je daar kan je knettergek van worden. Het percentage schizofrenie is erg hoog bij Marokkaanse jongeren. Dat is echt zo. En dat is niet voor niks. Dat heeft er ook mee te maken dat je twee ogenschijnlijk onverenigbare werelden probeert te verenigen. Daar kun je gek van worden. En wat dat betreft had ik ook gek kunnen worden, maar ik heb het geluk gehad dat ik in een tijd naar Nederland ben gekomen waarin ik nog heel veel liefde kreeg. Niet alleen thuis, maar ook van de Nederlandse mensen uit mijn buurt. En de tegenstelling niet zo scherp waren. En ik nog gezien werd als een soort exotisch, mooi iets nieuws. Wat nieuwsgierigheid. En vrouwtjes die altijd over mijn krullenbol aaiden. Goedkunnende koken. En ze altijd wilden ze zeggen, wat heb je lekker haar. Ik wou dat ik dat haar had. Weet je wel? Nou, daar hoef je nou niet meer zo op te rekenen. Als Marokkaanse jongen in Amsterdam-West of... Mijn vraag was, lukt het jou wel om elementen uit die traditie in jouw eigen moderne, geassimileerde leven onder te brengen? Ik denk het wel, want ik maak er muziek bij. En ik ben er productief door van geworden. En dit boek, wat nu is verschenen, dat had niet verschenen kunnen zijn als ik niet, denk ik, die rijkdom die ik heb, denk ik... Daar op een werkbare manier mee om ben gegaan. Want zo'n gevoel hè, dat je beschrijft, je kunt alleen maar zijn met een vrouw die dat ene specifieke licht kent. Ja. Die eerste lichtstraal bij het geboren worden of die ruikt op een bepaalde manier. Of daar, kan je daar nog iets bij voorstellen? Zelf? Ik als auteur. Ja, of als mens. Want het is Mondi, het is de hoofdpersonage die daarvan overtuigd is. Natuurlijk, maar jij bent de opiniemaker die hier zit en zegt, het is toch wel verdomd lastig om als tweede, derde generatie die elementen uit een traditie in je gewone moderne leven in te passen. Dus ik vraag het je eigenlijk eerder als auteur Als auteur. Ja. Ja. Ja, omdat het ook jouw opinie is, daarom vraag ik. Ja, ja. Ja, kijk, als je het vraagt aan mij als auteur, ben ik geneigd om te zeggen dat is waanzin. De gedachtes van de hoofdpersoon is waanzin. Maar ik denk, als ik die jongen tegen zou komen, Moody, en ik ga met hem eens een kopje koffie drinken en ik zie het verdriet en zijn worsteling, die zie ik dan en die voel ik, dan is dat oprecht. En dan snap ik dat hij echt in de mangel zit van
Twee, hele moeilijke cultuur. Want wat wil je als jongetje? Dat is jouw bangschool. Ja, dat is jouw bangschool. Want wat wil je eigenlijk als kind? Als kind wil je ten diepste goedkeuring van wie? Van je vader en je moeder. En daarna de wereld. Maar je eerste referentie is heel vaak je vader en je moeder. Als die jou vinden dat jij recht van bestaan hebt en je bent goed, dan kan je de wereld aan. Maar als zij jou afwijzen en afkeuren en zeggen je bent mislukt, dan wordt het heel moeilijk om in de wereld je staande te houden. Daar geloof ik echt in. Dat is een fundamenteel stukje pedagogie. En die jongen, die Moebdi, die krijgt jarenlang van zijn vader en zijn moeder te horen, jongen, ga nou toch eens trouwen. Jongen en trouwen uiteraard met Fatima, hè? Niet met Jacqueline. Met Fatima. En dan het liefst draagt Fatima een hoofddoek. En het liefst maakt Fatima dezelfde gerechten als die mama maakt. Weet je wel? Dus, dus hij voelt een afwijzing van zijn ouders. En hij denkt, en op een gegeven moment gaat hij het internaliseren. En denkt hij, ja, misschien is het ook zo. Misschien is dat iets wat bij mij eigenlijk ten diepste bij mij hoort. En met dat idee, er is een ruzie geweest in dat huis en grote ellende, besluit hij eigenlijk vrij impulsief, nou, dan ga ik maar terug naar het land en ga ik op zoek. En dan heeft hij ook in zijn hoofd bedacht dat dat inderdaad zijn geluk is. Hij schrijft ook een brief naar die bruid. Maar hij weet niet aan wie hem die moet zenden. Er is geen adres. Dus hij neemt die brief mee in zijn koffer en leest hem daar uiteindelijk voor aan de ezelin, gedouche. Ja. En het is dus nog een keer allemaal illusie. Uiteindelijk is het allemaal een illusie, maar ik geloof dat het hele leven ergens ook allemaal een illusie is. Alleen, wat doe je met die illusie? Ja, wat doe je met die illusie? Zoals Camus zegt, het leven is inderdaad één grote grap, één grote illusie. Maar het is toch de moeite waard in die illusie, om in die illusie te geloven. En toch met die steen, zoals de mythe van Sisyphus. Die steen elke keer, je dondert weer naar beneden. Weer naar boven rollen en je dondert weer naar beneden. Oogschijnlijk zinloos. En toch is het niet zinloos. Om die steen elke keer weer naar boven. Al wetende dat je toch naar beneden dondert. Daar geloof ik wel heel erg in.